Hebben dieren ook muzikaal gevoel? Dit is de Universiteit van Nederland. Dankjewel. Stel, je loopt hier in Amsterdam op straat en je ziet twee toeristen, elk achter een kinderwagen, lopen. En dan hoor je dit. En uit de andere kinderwagen hoor je dit. Hoort u het verschil? Die eerste baby, dat is een Duitse baby. Niks aan de hand. Die huilt gewoon zoals baby's huilen. Druk op de keel, hard aan het begin. En dan daalt die toon vanzelf naar beneden omdat die druk wegvalt. Dus die Duitse baby die huilt heel normaal. Die Franse baby daarentegen, ik laat ze zo meteen nog een keertje horen. Die Franse baby daarentegen, die huilt omhoog. Die begint zacht, wordt harder naar het eind toe en de toonhoogte gaat omhoog. Je moet misschien nog een keertje naar luisteren. Dat is de Duitse baby. Dit is de Franse baby. Denkt u van ja, leuk uitgekozen. Maar dit is systematisch uitgezocht door een groep in Duitsland en Frankrijk die 30 Franse baby's en 30 Duitse baby's hebben vergeleken. En die huilen significant anders. Duitse baby's huilen over het algemeen naar beneden. En Franse baby's huilen over het algemeen omhoog en dan pas aan het einde weer een beetje te dalen. Ik vond het fascinerend toen ik dat las, het is nu een paar jaar geleden. Want je vraagt je af waarom die baby's dat doen. Waarom zou je je huilen zo aanpassen? Nou, de theorie van deze onderzoekers is van nou, het gehoor is al klaar in de laatste 3 maanden van de zwangerschap. Dus dan horen die baby's al allerlei omgevingsgeluiden. Die horen het hart, die horen ademen, die horen ook de taal van hun ouders. En daar zit een de deel van de oplossing. In het Frans is het gemiddelde intonatiepatroon omhoog. Je kunt het me voorstellen. Hè? En in het Duits is het over het algemeen naar beneden. Die baby's die horen dat gepraat al in hun omgeving, in het Duits en het Frans, en imiteren dat dus in hun huilen. Deze onderzoekers zeggen van, dit is de eerste evidentie, bewijsmateriaal, dat baby's gevoel voor taal hebben. Dat is natuurlijk hartstikke, dat is onzin. Ze zijn muzikaal. Want ze weten helemaal niets van taal. Ze kunnen pas woordgrenzen onderscheid maken als ze 6, 7 maanden oud zijn ongeveer. Ze zijn vooral gevoelig voor intonatiepatronen, zeg maar melodie, ritme en dynamische verschillen. Voor allerlei muzikale aspecten van geluid. Dat dan later handig is voor taal en dat ze het voor taal gebruiken, dat is hartstikke mooi. Maar eigenlijk gaat muziek aan taal vooraf. Het talent voor muziek en het herkennen van allerlei melodische en ritmische aspecten in het geluid is een muzikaal talent wat baby's al vanaf dag 1 actief hebben. En dat verklaart, denk ik, het verschil in huilen tussen deze twee baby's. We zijn ook zelf daar onderzoek aan het doen. En we doen dan ook weer met pasgeboren baby's onderzoek om te zien van ja, wat kunnen ze nou precies en waar luisteren ze nou precies naar en hoe goed kunnen ze dat dan? We doen dat met baby's van 2, 3 dagen oud. Het ziet er een beetje eng uit. Deze baby heeft niet in gevecht geweest. De moeder is erbij. Plakkertje op de neus, een paar plakkertjes op het hoofd en een open koptelefoon. En ze luisteren naar ritmes. En we proberen te kijken of ze maatgevoel hebben. Maatgevoel is één van de fundamentele eigenschappen van muzikaliteit. En ze horen een ritme wat ik u kan laten horen. En met de vraag van, om daar even naar te luisteren en dan te luisteren van hoeveel gaten hoor je in dat ritme? Hoeveel syncopes? Waar het ritme even hakkelt. Dus dit is een van die ritmes waar die baby's naar luisteren. Hoeveel gaten hoorde u daarin? Wanneer hakkelde het ritme? Wie telde er 2? Iedereen riep kluitkeels 2. Wie telde er 5? Er waren 5 stiltes. Even stil als de andere stiltes. Dus heel goed gehoord, analytisch gehoor. Maar de meeste mensen vallen er maar 2 op. Die stiltes zijn op de eerste tel.
Dat is de maat, zeg maar. We verwachten iets dat daar iets gebeurt. Er gebeurt niks. Heel hard niks. Het is, onze verwachting wordt geschonden. We noemen dat luide rusten. Die andere rusten zijn stille rusten. Die zijn even stil, maar die vallen je niet op. Nou, het feit dat die twee rusten ons zo opvallen, die luide rusten, betekent dat je maatgevoel hebt. Dat betekent dat je daar hele sterke verwachtingen hebt en niet op andere plekken. Nou, dat hebben we ook met die baby's gedaan. Dus met dat hersensignaal op de schedel meten we. En dan zie je zo'n 150 milliseconden na zo'n luide rust, zie je een piekje in het hersensignaal. Wat we noemen de mismatch negativity. Een teken dat het auditieve systeem verrast is dat daar niks gebeurt. Je ziet niet zo'n piekje bij die andere even stille rusten. Dus we konden aantonen dat deze baby's, 2-3 dagen oud, al maatgevoel hebben. Dus die hebben al dat horen van regelmaat voorhanden. Het is een hele... Nou, het is eigenlijk onderzoek wat mijn leven heeft veranderd. Dit is ongeveer, ik denk nu een jaar of 4-5 geleden. Want ja, waarom hebben die baby's dat? In taal heb je er niet zoveel aan. Daar vermijd je eigenlijk regelmaat. Waarom zijn die baby's zo gevoelig voor het horen van die regelmaat? Is er een biologische oorzaak? Zegt dat iets over onze muzikale vaardigheden vanaf dag 1? Nou, dat zijn we nu verder aan het uitzoeken, omdat het zo'n relatief eenvoudige methode is met enkele elektrodes op het hoofd plakken, dachten we van, kunnen we dat nou ook doen met andere primaten, met apen? Kunnen we zien van, in hoeverre delen we nou maatgevoel als biologisch systeem met andere dieren? We hebben dat met rhesusaapjes gedaan, ook weer met 5 elektrodes, heel simpel op het hoofd. Ze zitten dan in zo'n stoel, ze zijn een beetje aan het licht is gedimd en ze zijn een beetje aan het doezelen, want ze hebben net allerlei andere proefjes die ochtend gedaan, spelletjes. En ze luisteren ook weer naar die ritmes. En we meten dan vervolgens, zijn zij nou ook verrast door die luide en die stille rusten? En bij deze rhesusaapjes blijkt dat ze, zeg maar, al die ritmes, al die stiltes, hun even goed opvallen. Dus ze hebben geen maatgevoel. Wat dus iets zegt over... Ja, over wanneer maatgevoel ontstaan is. We delen een gezamenlijke voorouder met rhesusaapjes zo'n 23 miljoen jaar geleden. En kennelijk is dat maatgevoel later ontstaan, want deze aapjes hebben geen maatgevoel. Er is nog geen apen waarbij we aangetoond hebben dat die, wat wij triviaal vinden, hè, dat je kan meeklappen met de muziek of hoort van, er zit regelmaat in. Dat delen we dus niet met die rhesusaapjes. Ga ik zo meteen wat meer over vertellen. Ik ga even iets anders doen. Een auditie. Mensen worden al nerveus. Een blinde auditie. U bent de jury. Vergelijk het met een auditie zoals bij orkesten. Als er een nieuw orkestlid gekozen moet worden. Of bij Voice of Holland. Hè. Je mag dan de muzici niet zien. En je moet dan beoordelen puur op wat je hoort. Of je dat nou een muzikaal talent vindt. Dus dat is de vraag aan u. Wat u nou hoort. Zijn deze muzici muzikaal? Luister er even naar. Wat vinden jullie? Wie vindt muzikaal? Boah, wie vindt niet? Oh, kritisch. Niet aangenomen. Nou, we laten het filmpje even zien. Dit waren ze. Het is een Thais olifantenorkest. Ze hebben al diverse LP's gemaakt. Maar het geeft ook aan dat we een onderscheid moeten maken tussen muziek en muzikaliteit. Wij luisteren hiernaar alsof het muziek is. We zagen die olifanten daarnet nog niet. En dan projecteren we allerlei verwachtingen erop. En ja, dan vinden we het al snel muziek. We kunnen soms een trein die voorbij komt, kunnen we als muziek naar luisteren. Dus dat maakt, zeg maar, het onderzoeken van wat wel of geen muziek is eigenlijk heel lastig. Wat wij dan doen in ons eigen onderzoek is zien van, wat moet je nou kunnen om muzikaal te zijn? En deze olifanten moet je dan afvragen van, zijn deze olifanten muzikaal? En dat is wat we nou in ons recente onderzoek proberen duidelijk te krijgen van, wat moet je nou kunnen als organisme, als dier, als mens, om muzikaal te zijn? Nou, en we denken dat dat
relatief gehoor is. Het horen van een, het herkennen van een melodietje aan zijn contour. En maatgevoel, dat dat eigenlijk de bouwstenen zijn van muzikaliteit. En dan is de vraag dus, in hoeverre delen we dat met andere dieren? Dan kan je iets zeggen over het mechanisme, de biologie die dat mogelijk maakt. En dan kijken we dus eigenlijk, wat we net gedaan hebben, naar bijvoorbeeld de mensen. En vergelijken we dat met andere dieren. Om te zien van bijvoorbeeld maatgevoel, wat pasgeboren baby's eigenlijk al op dag 1 hebben. In hoeverre delen we dat met naaste onze genetisch verwante dieren. Bijvoorbeeld rhesusaapjes. We zagen dat we dat niet delen met rhesusaapjes. Dus dat betekent dat de mens uniek lijkt. Maar je kan ook naar andere dieren kijken, naar walvissensoorten of vogelsoorten. En zien van in hoeverre delen we nou maatgevoel en relatief gehoor met die dieren. En wat kan dat ons dat zeggen over het onderliggende mechanisme? Nou, één dier wat sindsdien een celebrity is geworden en allerlei talkshows heeft opgetreden, David Letterman en andere plekken, is Snowball. En die lijkt dus maatgevoel te hebben. Ik kan er een videootje van laten zien. Een echte showman. Er is een artikel over hem verschenen in Current Biology, waarbij ze die muziek, waar zijn favoriete muziek, de Backstreet Boys, steeds ietsje sneller hebben gedaan. En hij gaat inderdaad sneller dansen. Dus het lijkt alsof deze vogel maatgevoel heeft. De theorie nu is het dat dieren die vocaal leervermogen hebben, dus dieren die kunnen geluiden kunnen imiteren en herkennen, dat die waarschijnlijk, dat dat een voorwaarde is voor maatgevoel. Dat verklaart ook waarom apen dat niet hebben. Apen kunnen geen klanken, kunnen geen geluiden imiteren. Het voorspelt ook dat zijn uiteindelijk, geloof ik, 8 diersoorten die vocaal leervermogen hebben, dat we daar verwachten dat we maatgevoel terug kunnen vinden. Het is nog een heel jong vakgebied en nog maar heel weinig dieren zijn op een experimentele manier bekeken om te zien van, kunnen ze nou wel echt of zijn ze niet stiekem de omgeving aan het nadoen of het baasje aan het nadoen. Maar er was ook vorig jaar weer een verrassing. En dat is Ronan, dat kan ik ook even laten zien. Hij komt hier zo meteen links in beeld. Ronan is een Californische zeeleeuw met een voorkeur voor Earth, Wind & Fire. En hij doet het allemaal voor een beloning natuurlijk. Hij krijgt steeds een haring aan het eind als hij de taak gedaan heeft. Maar hij gaat sneller met zijn hoofd heen en weer als die muziek sneller gaat. En hij gaat langzamer als het langzamer wordt voor verschillende muziek. Dus hij hoort echt die regelmaat. Dus hij kan het. Dus we delen iets, wij mensen, met deze zeeleeuw, wat we niet delen met andere primaten. Ik heb hem bezocht afgelopen zomer in Santa Cruz in Californië, waar die... Ik zeg steeds hij, maar het is een zij. Ik ben een beetje... ik heb ook een zoen gekregen van haar. Het is ook een celebrity. Ze gedraagt zich als een celebrity de hele dag. Een beetje ADHD-beest. Doet ze die experimenten, vindt ze ontzettend leuk. En het is dus een van de grote uitzonderingen. Een prachtig experiment dat ons laat zien dat we kennelijk hersennetwerken delen met deze dieren die we niet delen met andere dieren. Ja, vraagt u zich misschien af waarom ik daar nou zo enthousiast van word. Maar het is voor mij een nieuw vakgebied, die biologie. Maar ik vind het fascinerend omdat het iets kan zeggen over het idee dat muziek misschien geen luxe is. Dat muziek heel erg verstrengeld is met onze biologie. En door naar andere dieren te gaan, kan je iets meer te weten komen over die mechanismes. Hoe dat werkt, waarom delen we dat nou? Dat soort fundamentele aspecten met vogels, sommige zangvogels en sommige zeezoogdieren. En waarom niet met apen? En wat kan dat nou zeggen over ons als ja, pasgeboren baby's, waar die muzikaliteit vandaan komt? Want dat we muzikaal zijn is wel duidelijk. En dat we dat zijn vanaf dag 1. Maar de grote vraag is nog waarom we dat zijn. En dat wil ik graag uitzoeken in de komende jaren. Ik dank u voor uw aandacht.